Op het moment dat ik deze video maak, lopen alle vrouwen in kleding van ripstof. Hartstikke hip. Probleem ermee, je draagt het één winter, daarnaast gewoon klaar. Kan het weg. Kies een goedkope kledingstijl. Ga voor classy, dat blijft altijd goed. Zo'n shirt hoeft helemaal niet duur te zijn. Neem een overhemd, altijd goed. Was op 30 graden, binnenste buiten. Nou, je loopt een jaar in. En dat is echt goed genoeg, want mijn Tinder-account heeft altijd roodgloeiend gestaan. Maar Buizenboy, ik ben een meisje, ik moet mooie kleding hebben. Net of mannen dat ook maar iets interesseert wat voor kleding jij draagt. Het zijn hooguit andere vrouwen die je gaan beoordelen. En als ze dat doen, dan moet je je afvragen of die personen eigenlijk wel het merkprijsje waard zijn. Mocht je nou kinderen hebben en je hebt een cadeau nodig, maak een bonnenboekje voor ze. Je maakt een tegoedbon voor een half uurtje langer opblijven, een bon voor een keer het avondeten kiezen en een bon dat ze geen klap voor hun bakkes krijgen. Dit soort bonnetjes kun je natuurlijk ook voor je partner maken. Dit was een tip van Astrid Boer uit de Facebookgroep Frekken en Consuminderen. Pas op met merkproducten. Soms is een merk goed, maar vaak is het het snop-effect. Omdat sommige mensen graag beter willen zijn dan anderen en dat lukt ze niet en daardoor... Ja, denk ze, als ik nou betere spullen heb dan een ander, dan ben ik zelf ook beter. Wil je een goede koptelefoon, dan kan je zo'n Beats koptelefoon kopen van een paar honderd euro. Maar ja, weet dat er ook gewoon een groep mensen is die je wel gewoon keihard uitlacht achter je rug. Want er zijn ook zat koptelefoons die beter zijn en minder duur. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo, wil je een merk steunen of vind je iets leuk, dan moet je het gewoon lekker kopen. Je mag wel best een hobby hebben natuurlijk, maar laat je niet leiden. Daar gaat het om. Rationele beslissingen maken. Doet Buizenboy ook. Kijk hoe ver die erdoor komt. Ja. Weet je wat ook super duur schijnt te zijn? Ik weet er niks van. Als het goed is heb ik geen kinderen. Maar kinderoppas. Jij gaat naar je werk en ondertussen moet je je kinderen naar de crash brengen of weet ik veel wat. En dan werk je eigenlijk voor de crash. Die mensen die kunnen een keer gaan kijken naar oudermatch.nl. Dan pas je op elkaars kinderen als de ander aan het werk is of zo. Ik weet het niet. Maar dat klonk als een goed idee, dus ik wil het toch even zeggen. Vooral je drogisterijproducten wachten op 1 plus 1 gratis. Dan koop je gelijk een hele berg. Dan heb je een voorraad, is het voordelig en heb je ook geen geld meer om het uit te geven aan allerlei onzin. Yvonne zei trouwens ook dat je geraspte kaas... Dat je geraspte... Geraspte... Geraspt... Geraspte kaas... Van die zakjes met kleine stukjes kaas kan invriezen. Volledig ongerelateerd, wel een goede tip. Schijnbaar blijven er bij de Belastingdienst miljoenen ongeclaimd liggen. Als jij een bijbaantje hebt gehad, dan heb je daar belasting over betaald en kun je dat terugvragen. Doe dat. En dat werkt ook met een paar jaar terug. Als je geluk hebt, kun je zomaar een paar honderd euro eruit trekken. Geen geld, wel tijd. Scheel dan gewoon je eigen aardappelen. En koop niet van dat voorgesneden groente. Je kunt sowieso heel veel zelf doen. Bijvoorbeeld bandje plakken, hè? Kan je prima zelf doen. Buizenboy niet, die is chronisch ziek. Dat is de rot van in de bijstand zitten als je ziek bent. Dan heb je geen geld en ook geen kracht om iets zelf te doen. Ria Nolmans, bedankt voor je tip. Laat je rijden, je kunt gewoon mensen ontmoeten op een parkeerplaats. Nee, zo bedoelde ik dat niet. Ga carpoolen, dat doen mensen gewoon hoor. Zowel de benzine als de parkeerkosten gaat door tweeën. Ga een half uur voor het sluiten van de markt naar de markt. Die kooplui willen van al hun vers producten af. Zijn er echt enorme kortingen te krijgen. Dan moet je wel goed spelen natuurlijk, moet je zoiets doen. Moet je dan voor die paling hebben? Ik weet niet meer wie dat zijn van die markt, maar ook dat heb ik niet zelf bedacht. Op het YouTube kanaal zijn fantasie. Doe gewoon eventjes de verwarming naar beneden. 2-3 uur voordat je gaat slapen. Nou, dat is best een goed idee natuurlijk. Wordt het langzaam koud, kan je daarna beter slapen. En s'avonds is het ook duur. Nog even terugkomend op die tandartsfoto waar Buizenboy wat over had gezegd. Dat is schijnbaar gewoon goed. Annemieke Damsteeg die zei in de Frekkengroep dat het normaal is om eens in de 2-3 jaar twee overzichtsfoto's te laten maken. Dat klinkt mij ook gewoon goed in de oren. Dat was bij mijn tandarts gewoon niet het geval. Ik denk dat mijn tandarts eigenlijk liever fotograaf had willen worden. Oh ja, we zitten aan het einde van het jaar, dus de nieuwe zorgverzekering moet je even uit gaan kiezen. Daar kun je echt veel geld mee besparen. Moet je even goed laten informeren. Doe even abonneren op Buizenboy. Is helemaal gratis. Is toch fantastisch? Dan help je hem de bijstand uit. Dat is ook jouw belastinggeld. Het laatste deel van de serie kun je hier bekijken. En is vooral gericht op mensen die echt een laag inkomen hebben. Zoals de Buizenboy zelf. Staat die video er nou niet? Dan doe ik wel even een vergelijking tussen de Boni en de Albert Heijn. Dan kun je even zien hoe het zit. Dat is prachtig mooi.